Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een adventskalender unboxing voor jullie. Vandaag ga ik de adventskalender 2020 van Clarins, ik weet niet hoe je het uitspreekt, unboxen. Ik heb net opgezocht hoe je het moet uitspreken, maar dat was op de Franse manier. En dan is het echt zo Clarins. Whatever, jullie snappen welk merk ik bedoel. Deze video is extra leuk, want ik heb ook een winactie. Je kunt een heel pakketje van Clarins winnen in deze video. De adventkalender heb ik ook in PR gekregen van hun. Daar ben ik heel blij mee. En ik ga hem vandaag helemaal unboxen, laten zien wat erin zit. Ik denk dat heel veel mensen daar wel benieuwd naar zijn. Aangezien het een vrij prijzige adventkalender is. Dus ben je benieuwd naar de kalender? Ben je benieuwd naar de winactie en al die dingen? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn vier video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik zal eerst even beginnen met te vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb een matte lipstick op van Milani in het rood. Echt een prachtige matte rode lipstick in de kleur 68. Matte Iconic. En ik heb deze Revolution Pro Lip Gloss erop aangebracht om het een beetje donkerder te maken en een glossy vibe te geven in de kleur Midnight. Is echt prachtige, glitterige, donkere lipgloss. Oké, jongens, dit is dan de hele adventkalender. Het is een kalender van maar liefst €120. Maar de inhoud heeft een waarde van €248. Dus dat is echt een stukje meer. Dus financieel gezien is dit al een hele goede kalender. Je hebt 24 vakjes of beauty surprises. Dus ik ben echt heel enthousiast over wat hier allemaal in zit. Ik ga naar de hele video lang lipgloss krijgen op mijn tanden. En nog iets leuks over de verpakking. Deze verpakking is compleet herbruikbaar. Deze hele verpakking is gemaakt met natuurlijke vezels en hout uit duurzame beheerde bossen. Dus dat is ook echt top. Dit is hun grootste kalender, maar ze hebben ook nog een kalender voor 12 dagen. Dus als je toch hun producten wilt proberen, maar iets minder wilt betalen, dan probeer zeker die kalender. Maar ik ga vandaag dus deze unboxen. Oh my god. Voordat ik ga beginnen met unboxen, ik zal even vertellen wat je kunt winnen voor de winactie. Ik heb dus een winactie lopen in deze video. En je kunt een heel pakketje winnen van hun. Ter waarde van €100. Het is gewoon een pakketje met allemaal producten van Clarins. Ter waarde van €100. Het enige wat je hoeft te doen is like deze video. Abonneer op mijn kanaal. En laat in de reacties hier beneden weten dat je meedoet. En laat ook even iets achter van een Instagram of whatever. Dat ik jou ook kan bereiken als je hebt gewonnen. Dus het enige wat je moet doen is liken, abonneren, reageren. En laat jouw contactgegevens achter in je reactie. De winactie loopt 1 week, dus over volgende week zal ik laten weten wie er het pakketje heeft gewonnen. Oké, nou, dat is meer dan genoeg gepraat. Laten we gaan unboxen. Fun fact, ik heb nog nooit iets van dit merk geprobeerd, dus ik ben heel benieuwd. Als je hem openmaakt, is dit wat je ziet, helemaal zo rood. Dit past echt perfect met mijn hele rode vibe that's going on over here. Je hebt hier een boekje, staat hierin wat erin zit. Ja, hier staat in wat erin zit en dat willen we niet zien, want ik wil dat de verrassing blijft voor de mensen die niet willen weten wat erin zit. Bekijk deze video niet, want ik ga alles unboxen. Het concept van een adventkalender is dat je in december vanaf dag 1 tot 24 elke dag 1 vakje openmaakt. Dus tot aan kerst. Oké, het is dus een do-it-yourself kalender. Kijk, dit is de kalender. En dan heb je hier allemaal alle boxjes. En dan moet je gewoon elk boxje erin doen. Bijvoorbeeld, ik heb hier nummer 12. En dan even kijken, moet je nummer 12 in vakje nummer 12 doen. Die is dus hier. En dan kun je zo je hele kalender creëren. Dat ga ik niet helemaal doen. Ik ga gewoon alle boxjes unboxen. Maar dat vind ik wel een leuk en een heel apart concept. En je kunt hem gewoon zo ophangen, kijk. Oké, laten we beginnen met vakje nummer 1. Heel benieuwd naar wat hierin zit. Gentle Exfoliating Cleanser. Om je gezicht schoon te maken. Kijk, het is een exfoliator voor je gezicht. Kun je je gezicht mee reinigen. En we krijgen 30 milliliter. Ik heb al in een andere adventkalender video verteld. Alles wat 20 en minder is, vind ik echt overdreven weinig. Dus 30 ben ik happy mee. I like it. Deze ga ik zeker proberen. Alles wat dus hier in de kalender zit, is dus of make-up of skincare. Daar ga ik van uit. Maar ik denk dat het vooral skincare gaat zijn. But I'm not sure. Misschien heb ik het wel helemaal fout. Hier is nummer 2. De kwaliteit is wel echt goed van alles. Ook gewoon van dit. Alle kwaliteit is gewoon goed. We hebben een mini iets. Waterlipsteen. Iets voor de lippen. Ik weet niet precies wat dit moet zijn. Wat is het dan? Lipolie of zo? Een lipsteen. Waterlipsteen is wat erop staat. Hij ging niet open. Oh, het is echt een lipsteen. Kijk, dit geeft dan gewoon zo'n kleur af op je lippen. Dat is heel mooi als je echt gaat voor een heel naturel effect. Dus dit vind ik wel leuk. I like it. Zoiets heb ik nog niet in mijn make-up collectie. Dus ja. Kijk, het laat dan gewoon zo'n soort van lichte vlek achter op je lippen. Dat is heel mooi. Dat geeft echt een heel mooi naturel effect.
vind hem wel echt heel erg klein. Maar ik moet wel zeggen, dit is wel een heel luxe en duur merk. En de kalender is maar 120 euro. Dus ik denk dat we niet allemaal full size gaan krijgen. Want anders zou de kalender echt drie keer zo duur zijn. Ik ga verder met nummer 3. Deze is best wel klein. Dit is wel heel klein. 2 milliliter. Wat is dit? Oil. Treatment oil. Dit is wel heel overdreven klein, jongens. 2 milliliter. Gezichtsolie, oké. Kijk, we hebben een gezichtsolie. Kijk even hoe klein dit is vergeleken met mijn hand. Dit vind ik wel echt heel overdreven klein. Dit kan ik misschien echt like 2 keer gebruiken of zo. Het maakt mij by the way geen reet uit of ik iets in PR krijg of gewoon koop. I'm always gonna be honest. Dus het moet wel gewoon een goede kalender zijn voor 120 euro. Oké, maar waar ben ik gebleven door allemaal gepraat? Ben ik weer de tel kwijt? Volgens mij 4. Over eerlijk zijn gesproken, ik ben nog laatst van een PR-lijst gekikt. Omdat ik niet heel happy was met hun producten en dat in mijn video had verteld. En vanaf toen hebben ze mij niks meer gestuurd. Ik vind het altijd zo kinderachtig als een bedrijf. Verwacht dat iedereen alles goed gaat vinden. Als ik iets niet goed vind, dan ga ik het gewoon vertellen. En dan om mij niks meer te sturen, denk ik ja. Dan ben je wel heel onzeker als bedrijf zijnde. Maar ja, whatever. Ik blijf altijd gewoon eerlijk. Ik ben nog steeds op zoek naar nummer 4. Oh, hier is nummer 4. Die is iets groter, godzijdank. Oeh, ook weer voor de lippen. Lip oil. Kijk ook even deze kleur, hoe mooi. Zo'n beetje rozig rood. Dit vind ik heel leuk. Wat een luxe verpakking ook, jongen. Dit merk is zo luxe. Oh, kijk. Het is zo'n grote applicator. Het is gewoon letterlijke lipolie, ja. Ik gebruik altijd lipolie. Ik gebruik altijd deze van NYX Cosmetics. Die is een stuk goedkoper. Maar deze vind ik ook heel erg mooi. Deze ga ik zeker ook gebruiken. I like it. Nummer 5. Deze is echt best wel groot en ook best wel zwaar. Dus ik ben benieuwd. We hebben hier Moisturizing Body Lotion with Shea Butter. Dit is dus 30 ml aan body lotion van hun. Ik gebruik echt liters aan body lotion per dag. Dus hier ben ik happy mee. Hij ruikt lekker. Ik kan het niet heel goed ruiken, want hij is nog helemaal dicht. En ik ga hem ook nog niet openen, maar hij ruikt wel lekker volgens mij. De volgende is nummer 6. Is ook weer zo'n grote, beetje zware verpakking. Dus ik denk ook weer iets van skincare. Ja, Food Beauty Treatment. Oh, voetencreme. 50 ml, dus een grotere verpakking. Kijk, dit is een voetencreme. Ben ik ook heel blij mee, want ik gebruik altijd een voetencreme van Rituals. Alleen ik heb er maar eentje en die is bijna op. En ik gebruik best wel vaak voetencreme, want ik heb echt best wel droge voeten. Dus hier ben ik happy mee. Deze ga ik gebruiken. Ben ik nou bij nummer 7? Ja toch? Ik ben bij nummer 7. Maar ik kan die gewoon niet vinden. Ik kan die echt letterlijk gewoon niet vinden. Ik heb alles gezien, maar ik kan die vinden. Dus ik ga gewoon verder met 8. En dan... oh nee, ik heb hem al. Ik heb hem al, jongens. Hier is nummer 7. Ook wel redelijk aan de grote kant. We hebben weer een crème. Moisturizing Balm Tonic. Tonic voor je lichaam. 30 ml. In een prachtige felgele verpakking. Maar is het nou een tonic of is het gewoon een balm? Het is voor body, staat erop, voor je lichaam. Weet iemand wat dit is? Wat dit moet doen? Volgens mij is het gewoon een crème voor je lichaam. Mini. Ja, whatever. Dat denk ik dus. Ben ik ook blij mee. Nummer 8. Deze. Nummer 8. Deze is weer best wel klein. Er zit weer iets heel kleins in. Oil scrub. Dit is een gezichtscrub. Kijk, we hebben hier een mini versie van hun gezichtscrub. We krijgen 5 ml. Dat is ook wel weer heel erg weinig. Ik moet zeggen, het is echt een mix van grote producten en hele mini producten zoals deze. Maar in ieder geval, dit is om je gezicht te scrubben. 9 is ook weer een klein beetje aan de kleine kant. Ook weer iets kleins. Balmmask. Dit is een gezichtsmasker. Kijk, een mini versie van een gezichtsmaskertje. Nummer 10. Deze is een beetje groot, maar wel best wel licht. Dus... benieuwd wat hierin zit. Lipbalm. Volgens mij is het een lipbalm. Dit is apart. Kijk even hoe dit eruit ziet. Kijk even hoe weird dit eruit ziet. Ben ik de enige die dit er een beetje raar uit vindt zien? Volgens mij is het gewoon een lipbalm. Het ruikt naar niks. Instant smooth, perfect in touch, base. Of is het geen lipbalm? Nee, dit is geen lipbalm. Apply before makeup, fine lines. Dit is een gezichtsprimer. Dit is een gezichtsbase. Oké. Ik vind hem wel heel klein voor een gezichtsbase. Dit heb ik al echt opgemaakt in 2 keer of zo. Maar oké. Het is gewoon zo klein dat ik gewoon dacht dat de lipbalm was. We gaan verder met nummer 11. Deze is weer iets groter. Dit is ook een gezichtsmasker. Deze heb ik in het groot. En ik vind hem fijn. Ik heb hem nog laatst gebruikt. Die is heel fijn voor mensen met een droge huid. Kijk, hele mooie blauwe verpakking. Zodat je echt zo weet dat hij hydrateert. 15 ml. Ja, deze heb ik in het groot ook gekregen van hun. En ik vind die echt fijn. Dus ik denk dat veel mensen met vooral een normale tot droge huid die fijn gaan vinden. Al moeten mensen met een vettige huid ook gewoon hun gezicht hydrateren. Dus vergeet dat niet, jongens. We gaan verder met nummer 12. Die is ook weer best wel groot. Maar wel aan de lichte kant.
Body scrub voor smooth skin. We hebben een body scrub. Was die andere niet ook een scrub? Dit was een gezichtsscrub, maar hier hebben we een body scrub. 30 ml aan body scrub. Ideaal. Dat is gewoon genoeg product. Ik scrub altijd mijn huid, want dat moet. Omdat ik zelf bruiner gebruik. Dus daarvoor moet ik altijd mijn lichaam scrubben. Voor smooth skin. Softens, smooths en firms. Nou, dat zijn allemaal hele goede claims voor je lichaam. Volgende is nummer 12. Ook weer best wel klein. Eye mask. Oogmasker. Die lijkt op die andere. Ik denk dat dit van één set is. Van één collectie, zeg maar. Kijk, een hele, hele kleine oogcreme. 5 ml. Ik moet zeggen, oogcreme gaat echt super lang mee. Omdat je altijd maar een heel klein beetje aanbrengt. Dus hiermee kan ik echt wel gewoon eventjes doen. We gaan verder met nummer 13. Ook weer best wel groot en best wel zwaar. Balm. Dit is de Beauty Flash Balm. Ook weer een best wel grote verpakking. 50 ml. Give your skin radiance in a flash. Je moet het aanbrengen op je gezicht, je nek en je décolleté. En je kunt dan ook gewoon je make-up gelijk aanbrengen. Het is gewoon een overall balmcreme voor je huid. Of je kunt hem aanbrengen als masker en dan een kwartiertje oplaten en eraf halen. Oké, dus het is gewoon een overall crème die je gewoon voor van alles kunt gebruiken. Altijd handig om te hebben. 14 is weer uber klein. Dus ik ben benieuwd wat hier weer in zit. Lipbalm. Nou wel een lipbalm. Deze is wel weer echt weer zo overdreven klein. Oeh, ik vind hem wel fijn. Hij voelt een beetje dikkig aan op een goede manier. Ik denk dat het heel goed gaat zijn voor mijn droge lipjes. Al vind ik het wel weer een beetje overdreven weinig. Ik hoop echt dat we echt nog een beetje iets meer van make-up gaan krijgen. Want dat vind ik altijd persoonlijk wel leuk. Als het gewoon allemaal vooral skincare is, dan is dat ook oké. Dat was die van de Body Shop ook. En die kalender was ook echt heel erg leuk. Dus ja, tot nu toe gaat het wel goed. Ik vind het een leuke kalender tot nu toe. We gaan verder met nummer 16. Die is best wel zwaar. Hand and Nail Treatment Cream. Handcreme is dit. 30 ml aan handcreme. Kijk, dit is dus een crème voor je handen en je nagels. En weer een goede hoeveelheid. 30 ml, vooral heel erg handig voor mensen met droge handen. Vooral nu in de herfst en de winter hebben vaak mensen dat probleem. Nummer 17 is weer een beetje klein. Primer, SOS primer. Is dit dan gewoon een gezichtsprimer? Ja, jongens, kijk, we hebben weer een mini versie van een gezichtsprimer. En er staat op dat dit je gezicht laat glanzen. Dus het is een glanzende primer. Ik heb ook vandaag een glanzende primer op van Smashbox. Dus ik vind dat altijd wel mooi. Al vind ik hem wel weer een beetje overdreven klein, maar hè. Whatever. We gaan verder met nummer 19. Oké, nummer 19 dus. Dat is een masker. Extra firming masker. Ik vind de verpakkingkleur heel mooi. Zo licht paars. We krijgen 15 ml. Smooth, stress lines, firm. Zo'n masker is fijn voor de iets ouderen onder ons die een iets oudere huid hebben. Dit gaat dan je huid een beetje smooth maken en een beetje firm. Omdat alles weer een beetje zo strakjes zit. Ik ben gewoon nummer 15 vergeten. Ik ben nummer 18 vergeten. Jongens, ik zit er weer helemaal lekker in. Maakt niet uit. We gaan gewoon alsnog terug naar nummer 15. Het zal eens één keer zijn dat ik er gewoon niet een paar vergeet. Oh my god. Nummer 15. Eye Makeup Remover. Deze jongens, ik heb de full size ook gehad van hun. Die gebruik ik nou al een week. Super fijn. Hij is wel echt heel duur. Ik heb toen opgezocht hoe duur die full size is. Gewoon iets van 30 of 40 euro. Oh my god, maar hij is wel echt heel erg fijn. We krijgen hier in de kalender 30 ml. Ik vind het echt een hele fijne oogmake-up remover. Dus veel mensen gaan hier blij mee zijn. 30 ml is ook gewoon een mooie hoeveelheid voor in de kalender. En we gaan ook nog even terug naar nummer 18. Want die ben ik ook weer in mijn enthousiasme vergeten. Oh, iets voor de lippen. Natural Lip Perfection. Oeh, een lipbalmpje. Crampje of hoe ik het ook moet noemen. Lipglossje. Kijk, zo'n applicator. Hij is zo heel licht roze. Heeft niet heel veel kleur. Het is een beetje een lipgloss effect. Kijk hier beneden. Een beetje een lipglossje zo. Maar wel een hele mooie kleur. Hij ruikt ook lekker. Welke kleur is dit? Nummer 01. Ik denk gewoon dat dat de kleur is, nummer 1. Oké, volgende, nummer 20. Bath and Shower Concentrate Tonic. Dat is ook weer zo'n apart tonic iets als deze van net. Alleen deze is een moisturizing balm. En dit is voor in de douche. Ook weer 30 ml van dit product. Goede hoeveelheid. Oké, je moet dit gewoon aanbrengen in de douche om je lichaam te reinigen, schoon te maken. En dan gewoon eraf wassen met water. Oké, dus ik denk dat dit gewoon allebei crèmes zijn. Eentje is gewoon als balm voor je lichaam, je gezicht of whatever. Nee, lichaam echt staat op body. En dit is dus voor in de douche. Oké. We komen aan bij de laatste drie. Spannend. Nummer 22 is nog klein. Die andere twee zijn nog groot. Dit is een Rebalancing Clay Mask. Een klein masker. Hele leuke groene verpakking. De verpakkingen zijn wel allemaal lekker kleurrijk. Een klein masker. Klein maskers zijn altijd goed om je gezicht te reinigen. Eén na laatste nummer 23 is deze. Er zit iets lichts in. Oeh.
lipstick. Wel heel klein. Kijk hoe weinig je krijgt. Oh my god. Kijk even dit, jongens. Dit is de kleur 705. Wel een hele mooie nude kleur is dit. Ja, de kleur is echt prachtig. Kijk. Hele mooie nude kleur. Je krijgt wel echt weinig, maar ik vind het wel ook wel cute. Deze gaat zeker in mijn lipstick laden. En dan de allerlaatste, jongens. Meestal is de laatste de leukste, al is dat niet altijd het geval, maar vaak. Dus ik ben benieuwd. Een full size mascara. Dat vind ik echt wel leuk als laatste mascara. De Wonder Perfect Mascara 4D van Clarins. Op de valreep een make-up product. Nou jongens, dit was dan de 2020 adventskalender van Clarins. Ik vond het echt een leuke kalender. Ik vind hem zeker 120 euro waard. Financieel gezien krijg je best wel veel terug voor je geld. En het is een goede mix van vooral skincare, maar ook een aantal make-up producten. En dat vind ik heel erg leuk. Ik ga de meeste van al deze producten zeker te weten gebruiken. Dus ik vond het echt wel een leuke kalender. Ik heb nou echt al een aantal kalenders unboxed. En ik moet zeggen, die waar je iets meer voor betaalt, en dan praat ik echt over rond de 100 euro en meer, zijn wel altijd de beste kalenders, omdat je gewoon financieel gezien meer terugkrijgt. En de kalenders van 10 euro en dat soort dingen worden vaak een beetje opgevuld met prul. En dat zie ik niet terug in de wat high-end kalenders. Dus als je het geld ervoor hebt, dan raad ik zeker de wat meer dure kalenders aan dan de meer goedkope. Al zijn de goedkope ook altijd gewoon wel leuk. Nou, laat me weten wat je weer vond van de video. Vergeet ook niet mee te doen met de winactie. Like, abonneer en reageer hier beneden en laat iets van contactgegevens achter. En dan krijg jij een leuk pakketje ter waarde van 100 euro met allemaal Clarins producten. Nou, ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!